Voor elke goede kerstman is er altijd een slechte kerstman. De goede kerstman kent de regels van de kerstetiketten. Zodra je een huis binnengaat, ga je direct naar de boom en leg je er de cadeaus onder. Het belangrijkste is dat je niemand wakker maakt. Hij kauwt niet eens luid, zodat hij de familie niet stoort. Hij is zo zorgzaam. Maar Bad Santa is de meester van het maken van een dramatische entree. Goede Kerstman probeert zo stil mogelijk te zijn terwijl hij werkt. Sst, blijf stil. Niemand kan horen dat de Kerstman in het huis is. Het cadeau is mijn belangrijkste getuige. De slechte Kerstman is niet goed in stiekem zijn. Hey, iedereen, luister! De Kerstman is hier! Goede klap! Goed dat het niet aan het hoofd was. Ho, ho, ho! Goedemorgen! Het is een mooie Kerstmandag. Wakker worden, buikje. Een glas melk in de ochtend houdt me jong. Het huis van de Kerstman is altijd schoon en netjes. Maar als er een goede Kerstman in de wereld is, betekent dat dat er ook een slechte moet zijn. Ah, hier is hij. Wakker worden, Kerstman. Hey. Je moet naar je werk gaan. Hallo? De slechte Kerstman staat er niet onbekend dat hij een ochtendmens is. Het lijkt erop dat iemand een gek feestje heeft gehad met zijn rendieren gisteravond. Kerstman, de kinderen wachten op je. Sta op. De kerst komt eraan. Zuurstokken zijn uitstekende flessenopeners. Soda is zo verfrissend. Ik ben klaar voor kerstmis. Is dat zo? De keuken van de Kerstman heeft zeker een hardcore dieptereiniging nodig. Daar, laten we dit blikje gebruiken. De elfen zullen het opruimen. Goede Kerstmans prachtige traditie is het vullen van sokken met snoepjes en cadeautjes. Maar voor de Kerstman zijn de sokken die bij de open haard hangen slechts een gemakkelijke manier om zich om te kleden. Ah, precies mijn maat. Oeh, dat ruikt sterk. Ik denk niet dat ik deze sokken heb verwisseld sinds afgelopen kerstmis. Ik wens jullie een geurige kerstmis, kinderen. Oeh, jemig. Dat stinkt. Gelief onze verontschuldigingen te aanvaarden, kinderen. Goede Kerstman controleert zorgvuldig zijn lijst van alle kinderen die dit jaar braaf waren. Hij mist nooit iemand. Laten we eens kijken wat dit kleine ventje wil. En hier is zijn brief. Een cadeau voor Clark? Ik heb het! Volgende. En als hij klaar is met werken, heeft hij een snack. Maar de slechte Kerstman heeft zijn eigen methodes om zijn kerstspot te controleren. Wat een lange lijst.
Ik moet een grote fanclub hebben. Laten we eens kijken wat er in deze enveloppen zit. Ah, nu zie ik wie er goed was dit jaar. Ik verveel me dood. Ah, de natuur roept. Oké, iedereen van A tot K. Je gaat met mij mee. De goede kerstman heeft het huidige ontwerp en de verpakkingsmethode bestudeerd aan de Noordpool Universiteit. Hij is een pro. Elf, ik heb een andere strik nodig, schat. Dit zal perfect zijn. Klaar. Elk cadeau is met liefde verpakt. Maar de slechte kerstman kan het niet schelen om cadeaus in te pakken. Natuurlijke decoraties, dat is trendy. Knapperige nachos. En je kan geen kerstmis hebben zonder confetti. Laten we wat sprankelends toevoegen aan dit cadeau. En bedek het met slagroom. Heerlijk. Dat is het. Ik kan het nu inpakken. Een collage van kerstpapieren. En afplaktape, zodat het sneller opengescheurd kan worden. En een strik, natuurlijk. Klaar. Ik ben de koning van de cadeauverpakking. Elf, lever dit af. Dit geschenk kan maar op één plaats geleverd worden. De vuilnisbak. De kerstman heeft hele dure cadeaus voor de beste, aardigste kinderen klaargemaakt. De jonge Peter Parker heeft zijn hele klas gered toen ze op reis waren. Dus ik heb een iPad voor hem gekocht. En ik heb het mooi ingepakt. Hij zal het geweldig vinden. Maar de slechtste kerstman kiest de cadeaus net zo zorgvuldig uit. De nieuwe iPhone? Voor een willekeurig kind? Alsof. Oké, goed. Ik zal hem een verrassing geven. Klaar. Ah, het is kerstmis. Mijn favoriete dag van het jaar. Cadeautjes! Oh, wow. Het is een nieuwe telefoon. Wacht even. Ik herinner me deze foto niet. Iemand nam een foto van mij terwijl ik sliep? Oh, nee. Word ik in de gaten gehouden? Een heel buffet met koekjes. Oeh, dit is lastig. Welke moet ik kiezen? Er zijn zoveel opties. Wow, deze keuken heeft wat dieptereiniging nodig. Dat is veel beter. En nu? Tijd om onze kersttradities te maken. Meel, veennectar, kerstolie, wensvervullende siroop en een snufje vakantiemagie. Meng het allemaal door elkaar. Wat is hier aan de hand? Oh. De teleurstelling van de eeuw. Waar is al het eten? Je kunt na het werk eten, kerstman. De kinderen wachten. De gelukkige kinderen zouden een glimp kunnen opvangen van de schaduw van de kerstman op zijn slee. Maar als je niet zo'n geluk hebt, dan valt de kerstman misschien gewoon in slaap onder je boom. Vond je het leuk om onze beide kerstmannen te ontmoeten? Vertel ons dan in de comments wie de kerstman in je huis zou willen zien met kerstmis. En abonneer je op ons kanaal. Like deze video en klik op de bel.
Mis geen nieuwe kerstverhalen van Woohoo!